You guys good options. What is it? An eye, a scorpio, and a little bird. Which one will it be? I think maybe this one, the bird. Een tattoo zetten zonder er al te lang over na te denken. Dat is het idee achter dit apparaat, waarin kauwgomballen vervangen zijn door balletjes met daarin voorbeelden van tattoos. I might choose between these two, the shell or the Patrick, I'm not sure yet. Klanten mogen drie keer draaien en moeten er dan eentje kiezen. I think it's gonna be this one, and it's my first tattoo. Yeah. It's your first tattoo, yeah. But why did you gamble on it? I thought it's a good experience and a good memory. Het apparaat is al een tijdje onderdeel van het concept van de tattoo shop in de Spuistraat. Maar sinds vorige maand is het er opeens heel erg druk. Hoe dat zo komt? I've seen it on TikTok and it just looks fun. And where are you from? England. We saw it on TikTok, so yeah, we came for that reason. Yeah. So you see it all over TikTok there. Geholpen door het algoritme van social media. Voor Sarah een win-win situatie. Je wilt weer wat marketing kosten. Ja, precies. Of ik zelf niet wilde doen. And you're happy with it? Yeah, I'm happy with it. Yeah, definitely, yeah. What is it, the bird you choose? It's a swallow, yeah. Yeah. Ja, kijk, ik heb wel vaker meegemaakt dat ze echt gewoon teleurgesteld zijn. En dan zijn we wel gewoon heel aardig dat we gewoon nog meer kansen geven. Want het moet wel leuk blijven natuurlijk. Maakt jou niet uit natuurlijk. Nee. Wordt er buiten al geruild? Oh ja, dat kan wel. Ja, ja klopt. Ja. Zou ik ook doen als ik iets niet leuk vind. Ja. TikTok speelt vaker een rol als het gaat om waar toeristen in de stad naartoe gaan. Zo waren we laatst al bij een snackbar die viraal ging. Aan de ene kant is dat heel leuk, maar aan de andere kant mag het van ons ook wel wat minder. Met de patatzaak en zo kregen ze op een gegeven moment te druk door TikTok. Ben je daar niet bang voor? Nee, dan ga ik gewoon nog een zaak openen.